gemeente in het einde van hoofdstuk 2. En we lezen ook over de beschrijving van de gemeente in het einde van hoofdstuk 4. Het gaat steeds beter met het versterkt worden, geloof ik. Prima. Handelingen 1, vers 6 lezen wij. Zij dan die samengekomen waren vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: het komt u niet toe de tijd of de gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Dus Jezus voorspelt hier en geeft ook de belofte dat de discipelen zijn getuigen zullen zijn tot over de hele wereld. We lezen met elkaar de beschrijving van de vroege gemeente aan het einde van hoofdstuk 2. Misschien kan hij ietsje zachter met de versterking, want nu wordt het wel erg hard versterkt, geloof ik. Handelingen 2, vers 37. Als de mensen de preek van Petrus hebben gehoord op die eerste Pinksterdag. En toen zij dit hoorden, Handelingen 2, vers 37, werden zij diep in het hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heer onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. En zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk. En ze verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen naar dat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. Terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich. Met vreugde en in eenvoud van hart. En ze loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. We lezen het laatste gedeelte van hoofdstuk 4 uit Handelingen, vanaf vers 32. En de menigte, hoofdstuk 4 vers 32, en de menigte van hen die geloofden was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed. Want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte. En legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld naar dat men nodig had. En Jozus, die door de apostelen ook Barnabas genoemd werd, wat vertaald betekent een zoon van vertroosting, een leviet afkomstig uit Cyprus, had een akker en hij verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. Tot zover. Waar we met elkaar over nadenken vanmiddag is nieuwtestamentisch gemeente zijn. En ik wil een aantal kenmerken van de nieuwtestamentische gemeente wil ik proberen te verduidelijken. En daar kunnen we dan dus na de pauze wat met elkaar over doorpraten. En je zou het ook kunnen noemen kenmerken van de door de geest vervulde gemeente. En ik begin met iets waarvan je zou denken dat je daar niet mee zou moeten beginnen. Maar toch is het goed om dat wel te doen. En dat is dat het eerste kenmerk van een nieuwtestamentische gemeente, dat is dat het een zendende en een zendingbedrijvende, een evangeliserende gemeente is. Dat het een gemeente is die om niet heeft ontvangen, maar daarom ook om niet uitdeelt. Dus het is niet een gemeente die zit te navelstaren, die vooral met zichzelf bezig is, die vooral bezig is met interne aangelegenheden, maar het is een gemeente die uitreikt naar een wereld in nood. En dat is wat gezond is voor een gemeente. Ik maak wel eens de gelijkenis met, je hebt in Israël heb je twee meren.
En je hebt het meer van Galilea in het noorden. En je hebt de Dode Zee in het zuiden. En het meer van Galilea in het noorden, dat ontvangt water vanuit het Hermongebergte, maar geeft het ook door aan de Jordaan in de zuiden, in het zuiden van het meer van Galilea. Dus het meer van Galilea ontvangt en deelt uit. En het is gezond. Het is zoet water, er zitten vissen in het meer, er zitten planten in het meer, het leeft en het bruist. Maar de Dode Zee ontvangt alleen maar water. Ook al is dat vandaag de dag niet zoveel meer. Er komt veel te weinig water in de Dode Zee, maar het is één van de redenen. Het ontvangt alleen maar water. Het water van de Dode Zee stroomt nergens uit. Het verdampt alleen maar. Maar dat is één van de redenen dat het zo'n zoutzee geworden is. En het is dood. Nou, dat is een mooi beeld, denk ik, voor het verschil tussen een gemeente die alleen maar consumeert, die alleen maar waarvan de leden alleen maar willen ontvangen, alleen maar zitten van, nou, ik wil graag zelf gezegend worden door die gemeente, en een gemeente die bestaat uit leden die bewogen is met de wereld om hen heen. Die wil uitreiken. En dat is een kenmerk, een belangrijk kenmerk van de Nieuwtestamentische gemeente. Kijk, de discipelen die vroegen aan de Heer Jezus, Heer, is het in deze tijd dat u het koninkrijk van Israël zult herstellen? Dat was trouwens helemaal niet een rare vraag. Als je de Bijbel leest, als je de boeken van het Oude Testament leest, als je de profeten leest, dan spreken die voortdurend over een glorietijd die voor Israël gaat komen in deze wereld. Die spreken over een koninkrijk dat gaat komen hier op aarde. En daar zal Israël een belangrijke rol in spelen. Dus dat ze die vraag stellen, het koninkrijk van Israël, dat is een heel terechte vraag. En Jezus zegt ook niet tegen de discipelen, lieve vrienden, zet Israël alsjeblieft uit je hoofd. Nee, de Heer Jezus bevestigt dat het volk van Israël een bijzondere rol zal blijven spelen in Gods plan met deze wereld. En dat het koninkrijk van God gaat komen, ook door het koninkrijk van Israël. Dat bevestigt de Heer Jezus in feite. Maar, hij zegt, er zal eerst nog een andere tijd aanbreken. Het is aan de Vader wanneer dat koninkrijk gaat komen. Maar jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Geest over jullie zal komen. En jullie zullen mijn getuigen zijn, niet alleen in Judea en Jeruzalem en Judea, niet alleen in jullie eigen onder de Joden, maar ook naar de Samaritanen toe, waar ze zo'n hekel aan hadden, en zelfs naar de uiteinden der aarde, naar de volkeren, naar de heidenen, daar zullen jullie mijn getuigen zijn. Met andere woorden, Jezus noemt gelijk zending. Zij dachten, het zou heel mooi zijn als het koninkrijk nu zou gaan komen, want dan zullen wij waarschijnlijk wel naast koning Jezus een zetel in zijn regering krijgen. Dan zullen wij waarschijnlijk wel een hoge positie krijgen, een soort ministers in zijn regering. En dan zitten we op het plusje en dat is een mooie toekomstperspectief dat we dan kunnen hebben. Maar Jezus zegt, jullie zullen mijn getuigen zijn. En dat getuige, het Griekse woord voor getuige, is nota bene martyres, waar de term martelaar vandaan komt. Met andere woorden, Jezus zegt, jullie zullen mijn getuigen zijn en daar zullen jullie ook voor lijden. En jullie zullen uitgezonden worden en dat zal niet makkelijk zijn. De tijd om te regeren op aarde is nog niet aangebroken. Het is nu een tijd van gaan en van gezonden worden en van gebruikt worden en van een instrument in Gods hand zijn. En ik zal jullie gebruiken, maar jullie zullen ook martelaar worden. Welkom bij de gemeente. En het is ook zo dat ze bijna allemaal als martelaar gestorven zijn. Alleen de apostel Johannes heeft een hoge leeftijd bereikt. En weet je, dat is iets om echt met elkaar over na te denken. Wij zijn ook geroepen om als gezonden in het leven te staan. De Heer Jezus zei tegen zijn discipelen, zoals de Vader mij zond, zo zend ik ook jullie. En misschien denkt u, ja, die gezonden, dat zijn misschien dominees, dat zijn sommige zendelingen, dat zijn misschien mensen die in een christelijke organisatie gaan werken. Of dat zijn mensen die met een schip van OM de wereld overgaan. Dat zijn gezondenen. Maar dat is niet bijbels. Iedereen die in Jezus Christus gelooft, is een gezondene. Hij zegt het tegen al zijn discipelen. Hij zegt het vanmiddag ook tegen ons. Zijn lichaam is zijn lichaam en hij houdt van deze wereld. Zijn lichaam is zijn lichaam en hij is bewogen met deze wereld. Wat wil hij doen? Hij ziet de scharen die als schapen zonder herder zijn
Hij ziet de mensen die vastlopen in het leven, die in duisternis leven, die God niet kennen, die in hun zonde leven, die nog geen vergeving van zonde ontvangen hebben. Hij ziet mensen die het evangelie nodig hebben, die hem zelf nodig hebben. Hij is met ontferming over de wereld bewogen. Zoals hij was toen hij op aarde was, is hij nog steeds. En wij zijn zijn lichaam. En hij wil dus ons gebruiken om uit te reiken naar die wereld in nood. Daarom zegt hij, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. Dus de vraag aan jou vanmiddag is ook deze. Zie jezelf ook als een gezondene van de Heer Jezus. En dat is Bijbels. Dat is een kenmerk van de Nieuwtestamentische gemeente. En ook, even heel praktisch, dat je inderdaad niet alleen maar naar de kerk komt om te kijken, om te observeren, om eens eventjes dat te beoordelen, hoe jij vindt dat de gemeente is en gaat en functioneert. Maar dat je ziet dat je een lid bent van het lichaam van Christus, met Jezus als hoofd, die zondaars wil opzoeken, die zondaars zoekt en vindt, en die houdt van zondaars. En dat je betrokken raakt in zijn werk. Dat wij medearbeiders van hem mogen zijn. Wij zijn zijn medearbeiders. Hij werkt in deze wereld. Het eerste boek van Lucas gaat over zijn aardse bediening. En het tweede boek van Lucas, het Handelingen der Apostelen, gaat over de bediening van de Heer Jezus vanuit zijn hemelse positie. Het eerste boek gaat over zijn bediening vanuit zijn aardse positie. Dat was glorieus, dat was eerlijk. Maar het tweede boek gaat over zijn bediening vanuit zijn hemelse positie. En dat is in zekere zin nog veel heerlijker. Want hij is nu de opgestane, verheerlijkte Heer. En wij mogen deel hebben aan die bediening van de Heer Jezus. En dat is gezond gemeenteleven. Dat we op die manier ook bereid zijn om te gaan. Dat betekent dat we ook offers willen brengen voor de zaak van de Heer. Dat we niet alleen aan ons eigen belang denken, maar dat we ook aan de zaak van Jezus Christus denken, zoals Paulus in de Filippenzenbrief zegt. En dat we bereid zijn om ons in te zetten. Dat je ook in een gemeente, dat je ook je voegt in de gemeente, om ook samen gestalte te kunnen geven aan de roeping die wij met elkaar hebben. Nou, dat is het eerste wat wij tegenkomen. Ik vergelijk het wel eens hiermee. Sommige mensen denken dat het horen bij een kerk, dat je dat kan vergelijken met een soort stappen op een cruiseschip. Een cruiseschip, misschien bent u wel eens met een cruise meegegaan, zo die schitterende mooie schepen met allemaal restaurants en met cinema's en met zwembaden en met weet ik wat voor voorzieningen allemaal, waar je helemaal vertroeteld wordt en in de watten gelegd wordt en waar je helemaal voor jezelf bij kan komen. Weet je wel, dat beeld, maar eigenlijk is het nieuwtestamentischer, bijbelser om te denken, als je je voegt bij de gemeente, dan stap je op een oorlogsfregat. Natuurlijk wordt er ook voor je gezorgd. Als soldaat in een strijd wordt er voor je gezorgd. Natuurlijk mag je ook bijkomen in de gemeente. De gemeente is ook een veldhospitaal, zou je kunnen zeggen. Maar we zijn wel in een strijd betrokken. En we zijn op een oorlogsfregat. En op een oorlogsfregat ga je niet voor jezelf zitten. Je doet mee aan de gezamenlijke zaak. Je strijdt met elkaar die oorlog om de overwinning te halen. En wij weten dat Jezus overwinnaar is en dat hij ons met hem meer dan overwinnaar doet zijn. Nou, dat is het eerste, dat we gaan in de kracht van de Heilige Geest. En dat we ook betrokken zijn bij zending. En ik weet niet precies wat dat betekent voor deze gemeente. Ik vroeg me trouwens even af hoe zendingsminded de kerken op Urk zijn. Ik zat eventjes een beetje baldadig misschien te denken zojuist, maar er zijn iets van 17.000, 18.000 mensen op Urk, toch? Ik denk dat er wel 15.000 naar de kerk gaan. 15.000 mensen gaan in dit dorp naar de kerk. Als 15.000 mensen hun tiende zouden geven, tiende van hun inkomen zouden geven aan de kerk, en de kerk zou het beleid hebben, de helft daarvan, we hebben zeker niet meer dan de helft daarvan nodig voor ons eigen leven als gemeente. En de andere helft, dat gebruiken wij natuurlijk om uit te reiken naar de wereld in nood. Dan zou je dus 750 zendelingen kunnen hebben vanuit Urk, financieel gezien. Ik weet niet hoeveel zendelingen er zijn vanuit Urk. Hoeveel mensen vanuit Urk zijn uitgezonden door de kerk op Urk. Maar als slechts 5% van de giften, ik bedoel 5% van,
van het inkomen. Hè, als mensen tiende geven en de helft daarvan gaat naar zending, zouden er honderden zendelingen vanuit Urk uitgezonden kunnen worden. Echt, dan zou Urk een fenomenaal dorp in de wereld zijn. Dan zou Urk een ongelooflijk getuigenis kunnen geven voor Nederland en voor allerlei andere landen, dat jullie geld geven om mensen uit te zenden naar allerlei landen en streken om het evangelie te brengen. En misschien is het goed dat deze gemeente er ook over nadenkt hoe we bij zending betrokken kunnen zijn. Nou, het andere. Wat we natuurlijk tegenkomen in de vroege gemeente is dat het een biddende en een aanbiddende gemeente is. We lezen dat ze voortdurend bij elkaar kwamen om God te loven, in hoofdstuk 2 natuurlijk. Ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, terwijl ze ook van huis tot huis het brood braken en gezamenlijk voedsel tot zich namen. En ze loofden God en vonden genade bij heel het volk. Dus het tweede wat ik zou willen noemen is kenmerk van de Nieuwtestamentische gemeente. Een gemeente die looft, die de Heere prijst, die blij is met wie God is. Een gemeente die zich verheugt in hem, die zich verheugt voor het aangezicht van de Heere en die ook bidt. Een aanbiddende en een biddende gemeente. Eerst even iets over het aanbidden. Ik denk dat we een paar kenmerken van de aanbidding van de vroege gemeente kunnen vinden in Handelingen hoofdstuk 2. Namelijk dat er zowel formele als informele samenkomsten waren. Er staat, wat ik al voorlas, dat ze voortdurend elke dag eendrachtig in de tempel waren. Ze kwamen in de tempel bij elkaar. Dat is natuurlijk een tempelplein. Herodes had er een tempelplein van gemaakt, zoals je vandaag de dag nog steeds het tempelplein kan betreden. Dat is hetzelfde tempelplein als wat Herodes heeft gebouwd, 2000 jaar later. En op dat plein kunnen honderdduizenden mensen. Ik heb wel eens gehoord dat er 400.000 mensen op het tempelplein kunnen in Jeruzalem. Dat is gigantisch groot. Ik ben er een paar keer op geweest. Maar er was in die zuilengang van Salomo, aan de zuidkant geloof ik was dat, aan de zuidkant van het tempelplein was er waren zuilen, was een bepaalde overdekking, denk ik. En dat is zo groot, daar kan je makkelijk met duizenden bij elkaar komen. Dus de vroege eerste gelovigen, de Joodse gelovigen in Jezus, zoals we die in Handelingen tegenkomen, die kwamen in grootschalige samenkomsten bij elkaar. Je zou kunnen zeggen dat het zijn formele samenkomsten, zoals wij ook vanmiddag hebben. We zijn hier niet met duizenden, maar met veel minder natuurlijk. Maar dit is een formele samenkomst. Vanmorgen is hier ook een formele samenkomst geweest, waarin iemand preekt en waarin enkele mensen de dienst leiden. Nou, dat vinden we ook in de vroege gemeente. Ik denk dat de apostelen in die formele samenkomsten ook een rol speelden natuurlijk. Dat ze onderwijs gaven. Maar dat ze ook in hun aanbidding, dat ze samen met zoveel tezamen ook God aanbaden. Maar het waren niet alleen de formele samenkomsten, het waren niet alleen de diensten, het waren ook de kleinschalige samenkomsten thuis. Het waren ook de momenten dat ze bij elkaar kwamen om samen te eten. Ik denk dat ze thuis ook, ja, er staat dat ze thuis het brood met elkaar braken. Dat kan duiden op dat ze gewoon samen aten. Maar het kan ook duiden op dat ze het avondmaal vierden thuis. Dat er een combinatie was van een liefdemaal en het gedenken van de dood van de Heer Jezus door brood en wijn. Maar in ieder geval heel belangrijk dat een gemeente, een Nieuwtestamentische gemeente, is meer dan een organisatie die zondagse diensten belegt. Dat is een belangrijk punt. Ik weet niet wat uw ervaring is met het gemeenteleven. We zitten hier natuurlijk bij elkaar met mensen met allemaal verschillende achtergronden en ervaringen. Maar in ieder geval is het Bijbels dat het gaat niet alleen maar om die zondagse dienst. Als een gemeente eigenlijk hoofdzakelijk zondagse diensten heeft, waarbij de dominee het meeste doet, de voorgangers doen het meeste, en de gemeenteleden zitten alleen maar te luisteren, en dat is ook de enige moment dat de gemeente elkaar ontmoet, dat je alleen maar die formele diensten meemaakt, dat is armoede wat betreft het gemeenteleven als je het Nieuwe Testament eens bekijkt. De gemeente is bedoeld als een gemeenschap. Een gemeenschap van mensen die in zekere zin met elkaar optrekken. Die wat meer van hun leven met elkaar delen dan alleen dat ze in dezelfde kerk zitten op zondag. Die leren met elkaar mee te leven.
die een beetje erachter komen wat de noden zijn in het leven van een ander, zodat je er ook kan helpen. Die samen ook thuis God aanbidden. De aanbidding vindt in het Jodendom ook veel thuis plaats. Het huis is in het Jodendom ook een heilige plek, net als de synagoge en de tempel, is in het Jodendom ook het woonhuis een heilige plek. Thuis wordt Sabbat gevierd, thuis wordt Pesach gevierd, thuis wordt Loofhuttefeest gevierd en ga zo maar door. En dat zie je helemaal terug in de vroege gemeente die puur Joods was. Het was een groepering binnen het Jodendom. En wat dat betreft kunnen wij leren van het Jodendom vandaag de dag, dat we niet de aanbidding van God opsluiten in onze kerkgebouwen, in onze formele samenkomstruimtes, maar dat we ook leren om thuis eens een keer achter die piano te gaan zitten, samen liederen te zingen. Thuis met elkaar te eten, in kleine kringen, kleine groepen, dat je de nestwarmte van het gemeenteleven met elkaar meemaakt. Dat je echt broeders en zusters krijgt. Dat je mensen, dat je elkaar een beetje leert kennen. Dat je elkaar ontmoet. Dat je de gelegenheid hebt om die elkaar aansporingen van het Nieuwe Testament. Heb elkaar lief. Bouw elkaar op. Ondersteun elkaar. Bemoedig elkaar. Onderwijs elkaar. Wijs elkaar terecht. Vergeef elkaar. Help elkaar. En ga zo maar door. Al die elkaar aansporingen, die hebben geen zin. Dat komt niet tot uiting als het enige wat je van je broeder en zuster leert kennen, dat is hun achterhoofd, want je zit achter ze in de kerk. Als dat zo is, kan je elkaar niet bemoedigen. Dat kan niet. Ik zeg het een beetje plat misschien. Maar je kunt elkaar wel gaan bemoedigen en opbouwen en vergeven en dienen in de gezindheid van de Heer Jezus, als je ook een beetje een gemeenschap begint te worden. En dat is mooi. Ik heb dat meegemaakt. Ik weet waar ik het over heb. Ik ben tot geloof gekomen toen ik een tiener was. En ik zal u zeggen dat ik als jongeman van 15, 16, 17 jaar oud, dat ik voelde en proefde hoe liefdevol een gemeente kan zijn. Ik raakte echt heel enthousiast over de plaatselijke gemeente. Waarom? Omdat er mensen waren. Ik kreeg leeftijdgenoten die een levend geloof hadden. Maar er waren ook, terwijl ik een tiener was, waren er ook jeugdleiders. Die waren twintigers of dertigers. En die waren er voor ons. En wij leerden hen kennen. Maar dat niet alleen. Er waren ook mensen van allerlei leeftijden. Er waren ouders van anderen. Er waren grootouders. Er waren mensen die in de 40, in de 50 of in de 80 of in de 90 waren. En ik leerde hen een beetje kennen en ze leerden mij kennen. En ik ging ervaren hoe ontzettend mooi dat is. Hoe mooi dat is, dat die generaties elkaar leren kennen in de gemeente. En ik, weet je, mijn ouders gingen helemaal niet. Mijn ouders hadden behoorlijk af van het geloof. Op een gegeven moment wilde ik op zondagavond naar de kerk. Mijn ouders niet. En ik ging in mijn eentje op de fiets naar de kerk, want ik proefde liefde. Ik voelde me geaccepteerd. Er waren mensen die interesse in mij hadden. En ik raakte ook geïnteresseerd in anderen. Ik leerde praten met anderen van andere leeftijden. En hoe mooi is dat? Schitterend. De gemeente is Gods idee. Het is Gods idee en daarom geloven wij erin. Net als het huwelijk. Het huwelijk is Gods idee en daarom geloven wij erin. En ik hoorde van een gemeente waar de oudste man, de oudste broeder van de gemeente, die werd uitgenodigd door de jeugd van de gemeente. Hij was in de 90. De jeugd van de gemeente nodigde deze oudste broeder van de gemeente uit om met hem uit eten te gaan naar zijn favoriete restaurant, McDonald's. En dat deden ze. Dat is mooi, toch? Schitterend. Maar dat is iets van gemeenteleven met elkaar. En weet je, ik denk dat dit ook zo belangrijk is. Paulus zegt, niemand leeft voor zichzelf. Niemand van ons leeft voor zichzelf. Een houtskooltje dat dooft uit als het apart gelegd wordt. Een houtskooltje dat kan niet echt blijven gloeien en branden als het niet dicht bij andere brandende houtskooltjes ligt. En de Heer heeft ons niet geroepen om alleen christen te zijn. Ik kan niet in mijn eentje een discipel van Jezus zijn. Ik kan niet in mijn eentje het geestelijk vuur brandend houden. Ik kan niet in mijn eentje
alleen, het gaat niet alleen om dat ik alleen met God wandel. We moeten leren om niet te denken aan ik. Maar we moeten leren om te denken aan wij. Hij is niet vooral mijn vader, hij is onze vader. Zo heeft Jezus ons leren bidden. Hij is onze vader. Samen is hij onze vader. En in het samen de Heer volgen, zijn we als die houtskooltjes die naast elkaar gelegd worden. En die samen ook gewoon vervuld zijn met de kracht, met het vuur van de Heilige Geest. En ik wil ook, ik denk ook dat dit de kracht van de gemeente is. Die liefde. Dat de gemeente een liefdevolle gemeenschap is. Even een situatie. Dit is het laatste wat ik over dit punt wil zeggen. Dan ga ik naar nog een ander punt. Maar ik zit even te denken aan. Stel je voor dat er een man is die. Ik ga even uit van een man die gewoon jarenlang helemaal niks heeft gedaan aan het geloof. Die God verlaten heeft. Die in zonde is terechtgekomen. Die gewoon vast is komen zitten in bepaalde zonden. Die in duisternis is terechtgekomen. En hij komt tot geloof. Hij komt in contact met christenen, hij bezoekt soms een kerkdienst en ik weet niet waardoor, maar stel je voor dat die man christen wordt. Dan is de vraag, waardoor zal deze man echt gaan groeien in zijn geloof? Ik maak het trouwens nu mee, ik moet even denken aan een man die wij vanmorgen nog opgehaald hebben in Harderwijk. Ik heb vanmorgen in Harderwijk gepreekt, gezin, zijn vrouw. Hij is vorig jaar getrouwd, zijn vrouw kwam voor het eerst in onze gemeente, mijn vrouw. Leerde haar kennen, heeft nu echt een bepaalde relatie met haar opgebouwd, hebben hun uitgenodigd. En nu komt hij sinds kort ook. Maar hij heeft echt niet een christelijke achtergrond. Dus heel mooi dat hij nu ook komt. Echt gaaf. Hij is een heel ander type dan ik ben. Totaal anders. Hele lichaam onder de tatoeages. En heel anders geleefd. Totaal anders geleefd. Geweldig. Vanmorgen hebben we hem opgehaald, mee naar de kerk. Maar wat is nou, weet je, hoe zal deze man nou echt groeien? Hoe kan het nou gebeuren dat zo iemand als hij, dat hij zal blijven komen? Maar dat niet alleen, dat hij Christus echt leert kennen. Dat hij vervuld wordt met de geest. Dat de vrucht van de geest in zijn leven komt. Liefde, blijdschap, vrede enzovoorts. Dat er echt een verandering in zijn leven plaatsvindt. Natuurlijk door Gods woord. Natuurlijk door het werk van God in zijn leven. Natuurlijk door Christus zelf. Dat is natuurlijk het is de Heer die hem kan veranderen. En die ons allemaal kan veranderen. Alleen de Heer. Maar de Heer heeft het wel zo bedacht dat dat gebeurt ook door de gemeente. Door het gemeenschapsleven. En ik denk dat als die vriend waar ik het zojuist over had. Als hij in een groepje terechtkomt. Als er een paar mensen zijn. En dat gebeurt nu ook bij hem. Een paar mensen die er voor hem zijn. Een groepje, een klein groepje met andere mannen. Met wie hij eerlijk kan zijn. Over zijn verleden, over zijn zonde, over zijn strijd, over zijn problemen. En hij merkt dat er hulp is en dat er aandacht is. En dat het geen naamchristenen zijn, maar dat het echt mensen zijn die iets van de liefde van Jezus laten zien. Weet je, als mensen die uit een duister achtergrond in een kleine groep komen van mensen die in het licht met Jezus wandelen en daar een relatie mee krijgen, dan gaat er echt wat veranderen. En ik denk dat dat is wat de Heer ons ook leert door Handelingen hoofdstuk 2. Ja, heel mooi. En mijn vrouw heeft ook gevraagd aan een andere man uit onze gemeente. Even weer over die man waar ik het net over had, die ik vanmorgen heb meegenomen naar de kerk. Mijn vrouw heeft gevraagd aan een andere broeder uit de gemeente of die gewoon hem wil opzoeken en of die naar hem wil luisteren. En die gaat nu elke week naar hem toe en ik weet hoeveel dat voor hem betekent. Schitterend. Nou, dat is iets van Handelingen 2, denk ik. Ja. En dat is ook dat gemeenschap, dat is dat we een gemeente vormen met elkaar. Maar ik ben eigenlijk helemaal afgedwaald, want ik had het over die formele en die informele dingen van de gemeente. Maar dit is in het verlengde van ook die informele samenkomsten. Het tweede over de aanbidding is dat het zowel vreugdevol als eerbiedig is. We komen in Handelingen 2 tegen als we nadenken over de manier van aanbidden. He, dat ze dus, ze loofden God en er was grote vrees onder de mensen, staat er ook.
Dus die vrees, dat heeft iets van ontzag natuurlijk. Het was ontzag voor God. Ze hadden niet God in hun broekzak, maar de Heer was werkzaam in hun midden. En er kwam grote vrees over iedereen, staat er trouwens in vers 43. Dus het was echt groot ontzag voor de Heer. En ze loofden God, maar het was ook met blijdschap. En ik denk dat die twee dingen ook samen gaan. Diep ontzag, de vrezen des Heeren, maar tegelijkertijd ook uiterst blij, vreugdevol en met vreugde en in eenvoud van hart. Er was heel veel blijdschap onder de gelovigen. Dus dat is het tweede aspect van gezamenlijk aanbidden. Het aanbidden met elkaar. En ten aanzien van het bidden denk ik dat het was natuurlijk ook een biddende gemeente. We lezen ook in Handelingen hoofdstuk 1 dat ze bleven alle eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria en de moeder van Jezus. Dus, en we zien ook daarna natuurlijk dat ze bleven bidden. Ook Handelingen 4, als er vervolging uitbreekt, dan gaan ze elke keer weer bidden. Je ziet eigenlijk in de vroege gemeente dat er een bepaalde cyclus is. Een bepaalde cyclus in de vroege gemeente. Namelijk dat ze eerst, laat me proberen het uit mijn hoofd te doen. Ze bidden. Dan worden ze vervuld met de geest. Dan zijn ze daardoor effectieve getuigen. En dan komt er daardoor tegenstand, omdat ze effectieve getuigen zijn. En er komt vervolging en andere moeilijke dingen gebeuren. En als gevolg van de moeilijkheden gaan ze weer bidden. En dan zijn we rond. En dan wordt de geest weer uitgestort. En dan ontvangen ze weer kracht om getuigen te zijn. En dan is er weer tegenstand. En de moeilijkheden, elke keer lees het boek Handelingen, de moeilijkheden leiden er elke keer toe dat ze met elkaar gingen bidden. En ook dat is wat hoort bij de vroege gemeente. En daarom is de Nieuwtestamentische gemeente natuurlijk ook een biddende gemeente. De Heer geeft dat de geest der gebeden ook over ons uitgestort zal worden. En dat wij ook weten wat het is om te bidden. Dat we weten wat het is om persoonlijk te bidden. Maar ook dat we weten wat het is om gezamenlijk te bidden. En om ook gezamenlijk weer vervuld te worden met de Heilige Geest. En het derde en laatste wat ik wil noemen. Dat gaan we even afronden voor een pauze. Maar dat is dat de vervulde, door de geest vervulde gemeente, een Nieuwtestamentische gemeente, is natuurlijk ook een lerende gemeente. We lezen in Handelingen hoofdstuk 2 dat ze zich ook toewijden aan de leer, het onderwijs van de apostelen, dat ze bleven volharden in de leer van de apostelen. Nou, ik denk dat dat wel het meest bekende aspect is van de Nieuwtestamentische gemeente. Maar het onderwijs, dat er goed onderwijs plaatsvindt. Hè, dus we denken eigenlijk vanmiddag over vier dingen. Nou, even samenvatten: zending, gebed en aanbidding, formeel, informeel, met ontzag en met vreugde. Gemeenschap zijn, een gemeente zijn en naar elkaar omzien. En het vierde is onderwijs. Een lerende gemeente. Dat is een Nieuwtestamentische gemeente. De Heer Jezus had ook de opdracht gegeven, maak alle tot mijn discipelen. Een ander woord voor discipel is volgeling, maar je kan ook een discipel een leerling noemen. Dus wij zijn allemaal leerlingen. Wij allemaal, ook de voorgangers, ook dominees, zijn nog steeds leerlingen. Jezus is onze meester en hij leert ons. En de opdracht was, ga heen, maak alle volken tot mijn discipelen, tot mijn leerlingen. En leert hen onderhouden, alles wat ik u bevolen heb. Het leren gehoorzaam te zijn aan dat wat Jezus heeft geleerd, wat Jezus heeft onderwezen. Dat we het onderwijs van Jezus, dat we dat serieus nemen. We zien dus dat het gevolg van de volheid met de Heilige Geest niet is dat de gelovigen in een soort mystieke staat kwamen, waarbij het verstand op nul werd gezet. Het is niet zo dat de vroege gemeente de leer verachtte. Nee, ze bleven bij de gezonde leer. De volheid van de Heilige Geest maakte de mensen niet anti-intellectueel. Het is niet zo, hè, als bijvoorbeeld dat vers, de letter dood, maar de geest maakt leven. Dat wordt soms heel verkeerd uitgelegd, alsof de letter staat voor onderwijs, of voor boeken, of voor theologie, of voor kennis.
Dan zeggen men, ja, theologie dood, of kennis dood, of de boeken doden, of alleen maar onderwijs is dodend. Nee, daar gaat het helemaal niet. De letter, als Paulus dat zegt, de letter staat voor de wet. De wet dood. Maar de geest maakt levend. Als Paulus zegt de letter dood, dan pleit hij niet voor anti-theologisch te zijn, anti-leerstellig te zijn, anti-gezonde leer te zijn. Nee, hij maakt een onderscheid tussen de wet en de genade als hij dat zegt. Dus wij zijn mensen van het woord. Jezus was een man van het woord. Jezus kende zijn Bijbel. 1 op de 10 uitspraken van Jezus zijn direct te herleiden naar oud-testamentische verzen. Hij kende zijn Bijbel. De geest is de geest van de waarheid die ons de weg wijst tot de volle waarheid. En soms dan kom ik ook wel eens tegen dat mensen zeggen, ja, we hebben helemaal geen menselijke leraren nodig. Soms zijn mensen een beetje overgeestelijk en dan zeggen ze, ja, je moet helemaal geen andere boeken lezen. Je moet alleen maar de Bijbel lezen. Of mensen zeggen, ik laat mij door niemand onderwijzen, ik lees alleen maar de Bijbel. En ik volg geen enkele leer, ik volg alleen maar de Bijbel. Maar dat is een beetje een utopie. Je kunt niet merkloos in een auto rijden. Iedereen die hier zit en een auto heeft, heeft een bepaald merk auto. Iedere auto is van een bepaald merk. Je kunt ook nooit theologieloos de Bijbel uitleggen. Dat kan niet. Iedereen die hier naar voren komt en alleen al zegt God is goed, doet een theologische uitspraak. Je kunt niet theologieloos de Bijbel uitleggen. Met andere woorden, je hebt leraren ook nodig. Het is een beetje hoogmoedig om te zeggen, ik heb geen leraren nodig. Ik volg alleen maar de Bijbel. Het is nieuwtestamentisch dat er leraren zijn. En die leraren behoren zich te onderwerpen aan het onderwijs van de apostelen. En voor ons is dat de Bijbel. Dus alle leraren van de Bijbel behoren zich te onderwerpen aan de Bijbel. En daarin komt Gods woord tot ons. Maar u en ik hebben wel leraren nodig. Ik heb andere predikers nodig. Ik heb auteurs van boeken nodig. Ik heb mensen nodig die mij helpen de Bijbel te begrijpen. En dat is wat gebeurt in de vroege gemeente. Degene die daar de gaven voor hebben, degene die daartoe geroepen zijn, degene die de geestelijke gaven hebben om onderwijs te geven, die geven onderwijs. En daardoor wordt de gemeente opgebouwd. En dat is ook een kenmerk van de vroege gemeente. Ja. En daar mogen we ons ook naar uitstrekken. En ik denk dat dat is iets wat hier natuurlijk ook, als ik dan heb gezegd, en dat is het laatste wat ik zeg, dan gaan we even pauze houden. Maar als ik heb gezegd dat hier staat, zij volharden in de leer van de apostelen. Nou, wij hebben niet meer apostelen, ook een belangrijk punt. Wij hebben niet meer apostelen zoals Petrus en Johannes en Jacobus en Paulus. De apostelen van de vroege gemeente, de apostelen die ooggetuigen zijn geweest van de heerlijkheid van Jezus, die met hem geleefd hebben. En Paulus was wat dat betreft een te laat geboren apostel, zou je kunnen zeggen. Maar hij was wel ooggetuige geweest van Jezus ook. Maar dat zijn apostelen met een hoofdletter geweest. Met een grote hoofdletter A van apostel. Die apostelen zijn er niet meer. Die hadden een unieke roeping in deze wereld, namelijk dat ze als ooggetuigen van de Heer Jezus ook de boeken van het Nieuwe Testament geschreven hebben. Maar er zijn nog wel apostelen met een kleine letter. Apostelen die geroepen zijn om gemeentes te stichten en op te bouwen en om zendeling te zijn. Een apostel is een gezondene. In die zin zijn er nog wel apostelen. En er zijn ook nog profeten en leraars en herders en evangelisten en ga zo maar door. Al die bedieningen zijn er nog, maar de Bijbel is af. We kunnen niet toevoegen aan de Bijbel. Dus wat doen wij? Als wij ons willen toewijden aan de leer van de apostelen met een hoofdletter, dan wijden wij ons toe aan het bestuderen van Gods woord, de Bijbel, zoals we vanmiddag ook doen. En daarin is bijbelverklarende prediking het beste wat een gemeente kan meemaken. Dat de Bijbel opengaat, dat de Bijbel gepredikt wordt, dat Gods woord uitgelegd en toegepast wordt. En daarin treden wij in de voetsporen van de vroege gemeente. De Heer geven dat ook deze gemeente een nieuwtestamentische gemeente mag zijn. Een gemeente die bewogen is met mensen om hen heen die in nood zijn. Die uitreikt naar de wereld in nood. Een gemeente die bidt en aanbidt en dolblij is met God de Vader, met God de Zoon en met God de Heilige Geest.
Een gemeente die weet wat het is om een gemeenschap te vormen met elkaar. En om te zien naar elkaar. En relaties met elkaar op te bouwen. En dat de nestwarmte van de gemeente geproefd zal worden. Dat de liefde van Christus zal heersen in ons midden. En het vierde is een gemeente die zich met hart en ziel uitstrekt naar het woord van God. En honger heeft naar het woord. Die gemeente zal tot zegen zijn. En daarmee tot eer van God. Halleluja. Amen. We gaan even pauze houden. Als het goed is, ja, we gaan even koffie drinken hier. Ik nodig u uit om wat vragen op papier te zetten. Is daar gelegenheid voor? Liggen er ergens papiertjes? Het mag wat mij betreft ook mondeling, hoor. Ik vind het ook prima als u mondeling vragen stelt na deze pauze. Dus over 15 minuten willen we weer bij elkaar komen. En dan kunt u rustig mondeling uw vragen aan mij stellen. En dan kunnen we daar met elkaar verder over nadenken, over het gemeenteleven en over het gemeente zijn. Ja? Wat zeg je? We hebben eerst nog een lied. Je hebt gelijk. Ik vergeet te kijken naar de orde van dienst. Laten we nog een lied zingen en dan ook... wacht even. Ik stel voor dat we het maar even zo laten. We gaan even pauze en dan zingen we het lied na de pauze, oké? We gaan eerst even koffie drinken. Dank jullie wel.